Onlangs is de kinderafdeling van Groot Klimmendaal in een nieuw jasje gehezen. Gisteren werd het kinderbewegingslandschap gepresenteerd. Gewaardeerde genodigden. Het nieuwste onderdeel van het revalidatiecentrum. Nooit van weer een bordje meer om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja! Oh, ja! Is open! Goed zo! Hey! Nou, kijken. Dit is het bewegingslandschap wat wij gedoneerd hebben gekregen van het Revalidatiefonds, ondersteund door Rabobank Foundation. En het is een heel leuk speellandschap, een soort onderwaterlandschap waar kindjes mee kunnen spelen. En waar wij gebruik van maken bij de diagnostiek en de behandeling van de revalidantjes die bij ons op bezoek komen. Het is belangrijk omdat het kinderen heel erg uitnodigt tot exploratie. En ook allerlei verwijzingen heeft naar dingen die je ook in de gewone samenleving tegenkomt. Dus allerlei dingen die je normaal gesproken ook graag wil inzetten en wil gebruiken. Nu bestaan jullie zelf 50 jaar en in plaats van jullie cadeautjes te krijgen, geven jullie het weg. Waarom? Ja, nou ja, een fonds is denk ik is sowieso in het leven om de gelden te besteden. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En we hebben het Lustrum aangepakt om te kijken of we nog meer geld vanuit het bedrijfsleven, vanuit de samenleving kunnen krijgen. Om nog meer te doen voor mensen met een handicap. En dat is gelukt. Kinderen willen spelen, net als alle kinderen. En ik denk dat wanneer je het grootste gedeelte van je leven bezig bent om met je eigen lichaam, om dat te ontwikkelen en zo goed mogelijk te laten functioneren, dat je ook moet kunnen spelen. En wanneer je het beide kunt combineren, dus zowel kunt zorgen dat kinderen behandeld worden als spelen, ja, dan heb je iets gouds in hand. Daar kan ook, ja. Dat. Goed, Milan. Kom maar. Wat?